ben Philippe de Koene en ik ben voorzitter van het OCMW. En in die zin betrokken bij armoedebestrijding. Maar vandaag, en deze periode in het bijzonder, dankzij de Inleefweek ter voorbereiding van de Wereldverzetdag tegen armoede. Dus wij stellen vast dat het voor mensen die het moeilijk hebben, bijzonder moeilijk is om een woning te vinden die betaalbaar is. Een woning te vinden die niet alleen betaalbaar is, maar ook gezond is. En dus we maken als OCMW heel veel mee dat mensen bij ons komen aankloppen omdat ze niks vinden. Of omdat ze iets vinden, maar wat onbetaalbaar is. Of bijvoorbeeld, het is wel betaalbaar, maar het is geen goede woning. Het is een vochtige woning, een ongezonde woning, een te kleine woning. Dat hebben we ook vaak. Mensen met een groter gezin. Maar ja, dat lukt niet om op een normale manier te leven. Of er is niet, bijvoorbeeld niet alle comfort. Deze namiddag zijn er in totaal 8 mensen op bezoek gekomen om een woning te vinden. Dat waren 4 mensen van een andere cultuur. En 4 mensen die, laten we zeggen, Belg zijn of Vlaming of Kortrijkzaam, whatever. Ze vinden allemaal moeilijk een woning op de Kortrijkse woningmarkt. En meestal heeft dat te maken met het feit dat ze te weinig middelen hebben. Ofwel, om plus dat ze niet alleen te weinig middelen hebben, maar dat ze bovendien ook nog een andere kleur hebben. En dus de medewerkers van de woonclub, professioneel of vrijwillig, die nemen dat op. En die tonen dan de beschikbare woningen aan die mensen. Ze maken samen een keuze en dan wordt er gebeld. Ik heb nu zo net een telefoon gedaan naar een IMO-kantoor. En de man had een Vlaamse voornaam, maar een vreemde achternaam. Dus, en dan was er een bezoek geregeld of voorgesteld voor volgende week maandag. Dan heb ik gezegd, ja maar ja, tegen maandag zou die woning al kunnen verhuurd zijn, want het is een mooie woning. Het is een eenpersoonswoning. Dus het is geen volwaardig appartement, het is eerder een studio, maar een mooie studio. Zeer mooi comfort vind ik. Zeer netjes ook. En je weet dat er zeer veel belangstellenden gaan zijn. Dus met andere woorden, het zou wel een keer kunnen zijn, we zijn vandaag dinsdag, tegen maandag dat al lang weg is. En dat ze daarom dat bezoek op maandag zetten, omdat ze weten dat er dan tussentijds veel komen. Dus ik heb een beetje aangedrongen en ik heb het bezoek gekregen tegen het einde van deze week. Vreugde dat je het kunt doen en verdriet dat je het moet doen. Dat zijn eigenlijk de twee samen. Eigenlijk is dat schrijnend dat dat allemaal niet normaal kan verlopen. Maar dus, godzijdank hebben we een woonclub en godzijdank hebben we mensen in armoede die verenigd zijn, maar eigenlijk in een beetje beschaving zou dat toch allemaal niet mogen, niet zou dat toch moeten. Als jonge gast ben ik ooit bij mensen die een mooie zaak hadden in Kortrijk en ik wou een appartement huren op die moment. En ja, ik was geen jonge gast. Ik had nogthans werk en een goede job. En ik herinner mij dat die madame mij bekeek van kop tot teen en zei, voor u niet. Oké. Achteraf ben ik dan in het parlement geraakt en lid van het Scheepcollege en ik kwam die madame tegen. Die was toen dienster geworden in een café. Er was daar een en ander mee gebeurd. Dus bij wijze van spreken waren de rollen omgekeerd. En ik heb al heel vriendelijk gezegd, weet je nog? Zei dat jij. En ik was toen al schepen en een beetje in een BK. Een beetje, je moet er allemaal bescheiden zijn. Een beetje bekende Kortrijkzaan. En ik zei, weet je nog? Zei dat jij zoveel jaar geleden dat je niet wilde verhuren. En dat je mij zo bekeek en zei. En ze, ik weet niet of ze het nog wist. Maar ze herinnerde zich nog wel. Ja. Dat gebeurd was, maar ze wist niet waarschijnlijk dat dat bij mij was. Verzeker dat ik er dan bij wijze van spreken, het was ook 20 kilo geleden, dus zoiets. Maar het is niet slecht om daarmee geconfronteerd te raken, want dat zijn dingen die je wel lang meedraagt. Op korte termijn initiatieven zoals de woonclub versterken. Wat we trouwens doen, omdat we nu regionaal zijn ook. Okay. We zijn gestart in Kortrijk, we zitten nu met W13 op de 13 gemeenten. In samenwerking met het CAW. De tweede wat er moet gebeuren volgens mij is een ronde tafel met alle verhuurders, dus alle IMO-kantoren, waarbij we een volwassen gesprek hebben over de redenen waarom mensen niet willen verhuren en hoe we dat samen kunnen oplossen. Ik denk bijvoorbeeld aan een garantieregeling
vanuit het OCME, wat er al gedeeltelijk bestaat. Het tweede is dat je versterkte woonbegeleiding moet doen. Maar dat is niet simpel, omdat we dat met de professionele krachten alleen niet kunnen. Misschien vandaar dat we zouden moeten ook daarvoor goede vrijwilligers hebben. Ja, okay, buren voor buren, dat soort systeem. Maar mensen zeggen, want ik in het zijn.